Kijk, kijk. Zijn duim kan, hij breekt. Kijk. Zie je het? Je papa haalt zijn duim eraf. Goedemorgen, het is dinsdag en we zijn aan het haasten, want we zijn laat. Ik ben nog een banaan aan het eten terwijl ik aan het rondrennen ben. Sarah is nog aan het ontbijten en we moeten over 2 minuten de deur uit. Ga je het redden? Bijna klaar, top. Sarah is weer naar school en ik ben gelijk boodschappen bezig doen, want de supermarkt zit daar toch naast. En ik ben natuurlijk nu ook elke dag gelijk wat dingetjes mee aan nemen voor de verjaardag, want ze is over een maand natuurlijk alweer jarig. Vandaag over precies een maand trouwens, als ik te denken. Het is de 10e en ze is 10-10-jarig. 6 alweer. En moest ik zeggen, ik ging haar vandaag naar school brengen. En bij de kleuters mag je mee naar binnen. En vorige week mocht dat ook, omdat het nieuw was. En nu moest ik dus echt voor de deur gedag zeggen. En dan gaat ze zelf naar binnen. Nou, ik had toch wel even een broek in mijn keel. Dat ik echt denk, oh, dus ik gelijk naar de andere kant. Toch even kijken of ze in de klas was. Maar ze was gewoon in de klas. Maar ja, was gelukkig ook niet de enige moeder die dat had. Want ze stonden met z'n allen te kijken of de kinderen wel echt netjes in de klas waren. Dat ze niet verdwaald waren of toch naar buiten of wat dan ook. Ja, af en toe dat loslaten en groot worden. Ik vind het echt wel moeilijk, lastig en heel erg wennen. Dat ik echt denk, ja, het wordt steeds erger dit. En dat gaat ook zo blijven. Ik weet niet of ik er eigenlijk aan toe ben. Goed, Sarah heeft gisteren al een heel stuk van haar verjaardagslijst gemaakt, wat ze zelf maakt. Na school mag ze daar nog mee verder. En ik heb de drukker gisteren al gecontact, dus dan kan ik dat vanavond allemaal doorgeven als ze die lijst af heeft. Vandaag hebben we na school wel even tijd. Hebben we verder niet echt iets gepland staan. Ja, iemand komt even, een vriendin komt even iets ophalen. Ja, dat is 5 à 10 minuten. Dus dan heeft ze heel de middag om de lijst af te maken en dan kan ik daarna alles op de mail zetten. En ik denk later gewoon zelf schrijven, dat vindt ze altijd heel erg leuk. En dan heeft ze gewoon echt de mensen op haar verjaardag die zij wil. Is ook leuk, ik maak normaal zelf altijd een lijst, want dan weet ik hoeveel uitnodiging ik moet hebben. Ik laat ze elk jaar drukken. Vorig jaar heb ik dat ook laten zien. Maar ik denk, dan doet ze dat zelf. En heel grappig, dan zie je ook wel echt waar de prioriteiten liggen. Wie ze eerst opschrijft. En wie daarna, ik begin eigenlijk altijd met de opa's en de oma's. En zij begint toch echt eerst met de beste vriendjes en vriendinnetjes. En daarna kwamen dan wel gelijk de opa's en oma's. Maar ja, dan zie je toch in haar ogen zijn wel de kindjes met wie ze altijd omgaat wel echt bovenaan. Dus heel schattig. Maar ik ga er geen heel lang verhaal van maken verder. Dat ben ik al aardig aan het doen. Ik ga mijn thee drinken. En ik heb genoeg te doen, want we zitten ook nog in een verbouwing, voorbereiding van een verbouwing natuurlijk. Ik heb Sarah net uit school opgehaald en we zijn onderweg naar huis en het was heel stom. Ik was naar de overblijf gegaan en ik had daar een tasje, heel lang verhaal, het tasje was blijven staan met mijn camera erin. Dus ik heb niks kunnen vloggen, want ik had zoiets om nou weer de klas te gaan verstoren. Voor die camera, dat vond ik net te ver gaan en hij stond er verder gewoon goed. Ik vind het hartstikke leuk. Ja? Ja. Dus nu even snel naar huis en dan kunnen we verder aan de lijst. Zij is weer druk aan het verder gaan aan de lijst. En het gaat heel goed, hè? Ja, ik ben Maarten. Ja, heb je die opgeschreven? En wie heb je nog meer opgeschreven? Niemand. Oh, dan moet je hem even verzinnen. Het wordt een aardige lijst. We zijn aan het eten. Ja, het is zo lekker. Dit is een overschoten met aardappel, kip en spinazie. En we hebben een onverwachte gast aan tafel. Lekker hè, ijsjes. Lust jij niet hè? Eet ik die van jou wel op? Nee. Lust jij niet? Nee. Jij ook niet. Kijk eens, deze zijn ook maar aan tafel. Ze zijn echt heel groot, zie ik. Deze zijn het de small cups. Die lijkt er veel groter dan die van mij. Nou, dat lijkt zo. Die van jou is breder en die van Mila is hoger. Waar is mijn ijsje? Daar. Zo, we hebben wel... Even verkeerd. Kijk, ik heb een schat.
Hier zo, shirt. Doe het met leeftijdsafschriften. Welke kleur neus vind je het leukst? Ik heb ook roze, paars en blauw. Paars en blauw. Paars en blauw? Dus daar moet ze paars en blauwe neus op doen. Ja, en rood. Hier. Alle kleuren. Maar hij heeft ook trucjes geleerd op de clownschool. Nou, nee hoor. Ik weet het zeker. Kom eens met je gezicht. Ha! Hé, hey, dat is mijn neus. Hij heeft mijn neus gepikt. Zie je dat? Nee. Het heeft hem nog steeds. Dat is gewoon je duim. Kijk, kijk wat ik met mijn duim kan doen. Kijk hier. Zie je dat? Je hebt dat Sarah nog niet laten zien. Kijk, kijk. Zijn duim kan, hij breekt! Kijk. Zie je het? Je papa had zijn duim eraf. Kan jij dat ook? Nee, dat is ja mijn duim! Britaaltje ben jij ook, hè? Mila doet niks hoor. Sarah heeft de lijst trouwens af. Ik vind dit zo mega schattig. Al die namen, alles fonetisch geschreven. Maar dit zijn de mensen die zij er graag op wil. Geniaal vind ik het. Ik heb ook helemaal een nieuw spel ontdekt. Even kijken of dat me zo lukt om te laten zien. Je moet elke keer lijnen verbinden. En dan moeten ze allemaal raakvlakken hebben, zeg maar. Alles moet uitkomen. En nu ga ik al fout, want ik leg hem verkeerd aan. Maar dit is een vrij makkelijk level. Je hebt soms echt hele moeilijke levels hierin. En ik vind het zo leuk en zo verslavend. Echt. Ik kan echt niet meer zonder, zeg maar. Nou speel ik echt 1 of 2 of 3 levels per dag, hoor. Dus dat valt wel mee, maar ik vind het echt een tof spel. Het heet trouwens, ik zal kijken of ik het kan laten zien. Knat of nat. Ja, hij stelt echt niet scherp. Maar het is echt wel echt een heel leuk spel. Uitnodigingen zijn besteld. En nu ga ik vast een van de cadeautjes voor Sarah's verjaardag bestellen. Dan heb ik die sowieso op tijd binnen. Kijken. En ik ga het niet laten zien, want Sarah die ziet ook natuurlijk de vlogs. En dan ziet ze al wat ze krijgt. En dat is niet de bedoeling. Ook besteld, dus ik ga lekker naar mijn bedje. Oh, en 10.000 weer gehaald. Dus bedankt voor het kijken. Abonneer je even als je dat nog niet gedaan hebt. En laat natuurlijk een duimpje achter. En zie ik je morgen.